Kijk, daar heb je al die hooibalen vorm. En die hooibalen, dat is ook weer een symbool. Hooibalen, oh ja. Want dat vroeger namelijk de bomen en de bochten werden afgebakend met hooibalen. In de oude racerij. Dus dan stond er op een boom of een lantaarnpaal stonden hooibalen. En daarom hebben ze die TT's symbolen van hooibalen gemaakt. Verder. Het is nog heel vroeg. Ik heb net eten gekregen, want ik ben een zwerver. Maar hier komen alle brommers te staan. Daar hebben we stands en hier staat een bromfietsparty tent en daarnaast een bromfiets tent. Dus ik heb er zin in. Het wordt super vet. En ja, ik zal straks waarschijnlijk een hoop kijkers van jullie zien. En ik hoop zoveel mogelijk brommers op beeld te zetten. Dus we gaan het zien. Ik heb er zin in. Let's go. Oké, kijk. Dus mijn entree. Ik zou dat naar Bromfiets, dat ik deze kreeg. Dus let's go. Oh ja, en zou dat naar Kok van de Heuvel, want dat is eigenlijk mijn contactpersoon die alles voor me weet te regelen. Dus zou dat naar Kok. Oké, nou ja, straks heb ik je toch wel op beeld als ik zelf achter jou aanrijd. Ja. En dan ligt ze op een motor, dus het is, ja, wat wil je nu, dat je er zo bij loopt of dat je, ja, ja. Oké, we gaan nu naar de media gedeelte, persgedeelte. Ja, persgedeelte. En daar gaan we... Een mooi hesje halen, ja, zodat jij lekker langs de baan mag filmen. Ja, omdat ik dan ook kan weggestuurd worden. Ben je echt de pers? Ja, precies. Oh, daar zijn de inschrijvingen, daar moeten we zo even naar binnen. Ik ben Sherine van der Stam, 23 jaar en we zijn vandaag op de T-Screen Assen voor de Bromfietsdag. Ik heb mijn vader en mijn zusje meegenomen en onze drie classic racers. Ik zelf rij op een Kreidler, Broekhoven Kreidler uit 1968. Heeft ongeveer 19 pk. Heb een keer 180 km per uur met meegereden. En mijn zusje rijdt op een Biggelaar Kreidler uit 1965. Steeds mijn oude motor. En mijn vader rijdt op een Benelli. Ook een 50 cc. En 18 pk. En we hebben ook een deze klinkt leuk hoor. Hallo, je bent voorrijder, hè?
Ja, ik film eerst even het hele voorstukje, zeg maar, voordat ze wegrijden. En dan voeg ik me gewoon toe aan de groep. Ja. Ik reed voorop met een safety car. Oké. Okay. Dus is mij gewoon volgen. Ja. Ik ga ongeveer 52 kilometer aanhangen. Dan gaan we bij post 6. Dan zit hier net daar onder die brug door. Ja. En Marshall is op de baan, dan gaan we rechtsaf. Ja, die loodsen, zeg maar. Ja. Ja, oké. Okay. Dan weer rechtsaf, dan kun je hier rechtdoor hierin rijden en dan kom je hier weer uit. Helemaal top. Ja, die moeten straks de GP rijden. Ja, ja. Ja, die zijn aan het warm draaien. Ik moet net ook lachen. Zo'n rode met een zundel met een kaas 125. En die zat te klooien. Gewoon badje. Als zo'n kaas 125 ruikt, die loopt misschien 120. Maar die hebben poos nodig om aan die te. En bij ons, bap, 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 we rijden zo weg bij die gasten. 6.5 hours later. Yeah.
ja. Was wel een mooi beeld, maar...
Proost!